Hallo en welkom bij deze instructievideo van Tekeningen Zo. Bij deze video hoort een tekenpakket met daarin een stappenplan, twee tekenvellen met hulplijntjes zodat je meteen aan de slag kan en natuurlijk zit er ook bij de foto van deze spaniel. Wil je deze hond ook tekenen? Dit tekenpakket is verkrijgbaar op de site Onder in Beeld. Deze voorstelling wordt getekend met de kleurpotloden van Faber-Castell Polychromos. Het tekenpapier is van Fabriano Type Tiziano en met de kleur café. Deze tekening wordt in 8 stappen getekend met slechts 5 kleuren. De eerste kleur, die de basis van de tekening gaat worden, is wit. Teken daarbij zoveel mogelijk details en maak ook verschil in de diktes waarin je het opzet. Sommige delen zullen straks wit blijven, maar andere delen, zoals de neus en delen van de vacht, gaan straks mengen met de kleuren die er overheen gezet gaan worden. Vandaar dat er op die delen wat meer wit is getekend dan je misschien zou verwachten. Wit laat zich eenvoudig weer overtekenen met een donkerdere kleur, maar het is vaak lastig, zo niet onmogelijk, om wit achteraf nog toe te voegen. Dus teken beter te veel wit dan te weinig.
Nu al het wit erop staat, ga ik met een embossingpennetje de witte snor- en wenkbrauwhaartjes het papier intekenen. Je drukt als het ware het ronde puntje van de pen, de witte lijnen, het papier in, zodat, als je er straks met een andere kleur overheen tekent, de witte lijn uitgespaard blijft, omdat de punt van het potlood daar niet kan komen. Probeer de groeven in het papier zo vloeiend mogelijk te maken, want achteraf corrigeren, dat kan helaas niet. Met gebrande sienna ga ik nu de vacht verder op kleur maken. Ik ga daarbij deels over het wit heen. Op het wit geeft dat een andere kleur dan wanneer ik rechtstreeks op het papier teken. En dat komt doordat het pigment van deze potloden iets wat doorschijnend is. En de ondergrondkleur, het papier dus, er iets doorheen schijnt. Hoe uitgesprokener de papierkleur is, des te meer verschil je krijgt tussen het tekenen op het wit of het papier zelf. De neus, ogen en de meest donkere delen van de vacht worden nu getekend met zwart. Deze kleur zit zowel in de witte als in de bruine delen van de vacht. Bij het wit op de poten en onder de neus maakt het zwart de vacht ook wat grijzig op plaatsen waar al wat wit zat. En ook de neus wordt nu meer antraciet van kleur door het zwart met het wit te laten mengen.
Als laatste wordt de vacht verder op kleur gemaakt door her en der nog wat wit toe te voegen aan de vacht. Kijk goed waar je nog wat kleur wilt toevoegen. En wissel eventueel af met eerdere kleuren om het geheel verder af te maken. Want hierna ga ik verder met de achtergrond. Voor de achtergrond worden bij deze tekening verschillende kleuren gebruikt. Je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om één of meerdere andere kleuren hier toe te gaan voegen, maar net wat jij leuk vindt. De eerste kleur die hier gebruikt wordt is zwart. Ik teken hier tegen een tekenkartonnetje aan. Dat is een wat dikker stukje papier en dat voorkomt dat je per ongeluk over het kader heen gaat tekenen. De tweede kleur die ik gebruik in de achtergrond is licht ultramarijn. Ik koos voor deze kleur omdat in bruin, wat natuurlijk heel veel voorkomt in deze tekening, er heel veel geel en rood zit en weinig blauw. Dus vandaar dat ik als contrast een blauw tint heb gekozen.
om te gebruiken voor de achtergrond. De derde kleur die ik gebruik voor de achtergrond is wit. Om de achtergrond wat meer structuur te geven, werk ik ditmaal door middel van arceren. Het kleed waar de hond op ligt, ga ik nu tekenen met ivoor. Door dit met een iets wat afgeplante punt te tekenen, krijg je een wat grovere structuur, waardoor het al snel het idee van een zacht kleedje benadert.
En we zijn alweer aangekomen bij stap 8, de laatste stap van deze tekening. Met een aantal kleuren ga ik nu het geheel helemaal verder op kleur maken. En voor de achtergrond doe ik dat deels met gebrande sienna. En nu de achtergrond klaar is, ga ik ook nog even naar de witte haren van de oren kijken. Die mogen nog wel iets meer afsteken van de achtergrond en daarom zet ik die nog even wat steviger op met wit. En bij het kleedje waar de hond op ligt, is tot dusver alleen getekend met ivoor. En om de schaduwen nog wat meer te accentueren, ga ik hier nog even wat details aanbrengen met zwart. Deels laat ik het wat mengen met ivoor, zodat er ook nog her en der wat grijstinten tussen komen. En dan is deze hond klaar voor een mooi plekje ergens aan de wand. Ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond om deze video te bekijken. En voor iedereen die dit tekenpakket al in huis heeft of gaat bestellen, alvast heel veel tekenplezier. Kijk voor nog meer tekenplezier op tekeningenzo.nl voor alle andere tekenpakketten, tekencursussen en tekenmaterialen.